Hi allemaal, Kim Puls hier en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En we zijn weer lekker aan het bouwen. Nou ja, bouwen is het eigenlijk niet, want het hele huis staat al. Er staan zelfs twee huizen naast. Maar het is een makeover, want het is namelijk mijn inzending voor de Flip That House wedstrijd op het forum van Town of Plumops. Miss Divi die organiseert nu alweer haar vierde keer de Flip That House wedstrijd. Waarbij dus zij maakte een huis. Die plaatsen op het forum en dan krijg je zoveel dagen, weken de tijd om er wat anders van te maken. En dit is dus alweer de vierde keer. De eerste keer had ze een klein eengezinswoninkje gemaakt. En die was een beetje oudbollig ingericht. En die had ik vervolgens ingericht voor, ik dacht, een gezin met een peuterkind. Ik weet het niet helemaal meer zeker. Het is alweer een tijdje terug. Maar in ieder geval voor een gezin met één kind. De tweede keer had ze een leegstaande fabriek gebouwd. En die heb ik toen omgetoverd tot een studentencomplex. Wat heel grappig is, want het huis waar we dus nu mee bezig zijn, was ooit een studentenhuis. En is de bedoeling van deze opdracht om het juist om te toveren naar een huis voor een gezin. Maar ja, die fabriek had ik dus omgetoverd naar een studentencomplex met vier appartementen beneden. En dan boven hadden ze een bioscoop en een keuken en echt een soort van computerstudeerhoekje, zeg maar. Dus dat zag er heel gaaf uit. De derde opdracht was een best wel mooie villa-achtige woning op het eiland van Windenburg. Maar die had ze vervolgens helemaal verlaten gemaakt. Dus overal spinnenwebben en van die lelijke dingetjes op de muur die je met vampieren krijgt. Dat je echt de muur er vervallen uit kan laten zien. Dat was toen de derde opdracht. En toen weet ik nog dat daar een extra opdracht bij zat dat je een themakamer moest maken. En daar had ik toen zo'n wellnesskamer van gemaakt. Wat ook weer grappig is, want dat zit ook in dit huis. Maar dit huis is dus... het zijn er eigenlijk drie. Drie op een rij, een soort van mini-straatje, rijtjeshuizen. En je mag er één doen, je mag ze ook allemaal doen, maar ik hou het even bij eentje. En ik heb gekozen voor de linker, want die vond ik er gewoon het leukst uitzien vanaf de buitenkant. Qua binnen waren ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Allemaal studentenkamers met eenpersoonsbedden en bureautjes en zo. En ergens, er zaten wel wat verschillen in. Sommigen hadden grotere woonkamers met keukens. Dit is de grootste kavel van de drie. Daar kwam ik achter toen ik helemaal begonnen was. Dat ik dacht, oh, ik heb ook meteen de grootste gekozen. Het huis hiernaast is één meter smaller. En het huis daarnaast is nog een meter smaller. Maar het grappige is wat Miss Divi ook gedaan heeft. Ze heeft dus het middelste huis is helemaal kaal. Dus echt alsof mensen verhuizen en al hun spullen meenemen. En het andere huis op de hoek, wat ik dus niet gekozen heb, dat is echt als een troep achtergelaten. Weet je wat idee wat je hebt bij studentenwoningen? Dat huis is zo. En dit huis was achtergelaten alsof je in zo'n huis komt. Ik weet even niet meer hoe dat heet. Maar je hebt soms dat je kamers kan huren waarbij al bepaalde spulletjes staan. Dat er bijvoorbeeld al een bed staat en een bureau. En dat had dit huis dus. Keuken stond er al in, er was een woonkamer. En elke studentenkamer had een bed, een bureau, een nachtkastje en een kledingkast. En allemaal in dezelfde stijl, heel simpel wit en zo. Maar het was dus de bedoeling om daar weer een gezinswoning van te maken. En op de begane grond waren al meteen twee van die appartementenkamers. Eentje heb ik kunnen betrekken bij de keuken. En ik heb de wc verplaatst, waardoor de keuken wat meer breder kon zijn. Maar de andere, die had best wel een onhandige plek. Die kon ik niet echt betrekken bij de woonkamer. Hij was ook best smal. En toen bedacht ik me, misschien moet ik daar eens een themakamer van maken. Want ik kan er een kantoortje van maken. Dat bijvoorbeeld vader of moeder daar aan het werk is overdag. Of ik kan er een soort van huisartsenpraktijkje van maken. Misschien kan ik uit een van die andere carrières een soort themakamer van maken. En ik was een beetje in de bouwmodus aan het kijken bij activiteiten en vaardigheden. En toen zag ik dus die massagetafel. Toen dacht ik, ik doe het gewoon nog een keer. Ik weet dat ik het bij Flip That House 3.0 ook gedaan heb. Maar ik doe het gewoon nog een keer. En vooral omdat mijn moeder, die heeft dat ook in huis. Want ik ben ooit uit huis gegaan toen ik 20 was. En toen heeft mijn zusje mijn zolderkamer gekregen. Maar haar kamer op de eerste verdieping is nu van mijn moeder. Want die heeft dus nu haar eigen massagepraktijk daar. Dus dat vond ik wel leuk om dan hier ook in te verwerken. En de kamer lijkt totaal niet op die van mijn moeder hoor. Maar ik ben lekker met die bladeren. Ik vind dat behang zo tof wat we toen bij die Caribbean update hebben gekregen. Dus ik wilde een beetje die hoek op met de inrichting. Maar ik vond het dus leuk om alsnog weer een keer voor de massagekamer te gaan. En dat zogenaamd of de moeder of de vader dus een masseur aan huis is.
En misschien dat sommigen van jullie wel denken, oh, je moeder is een masseur of een masseuse. Dan heb je vast in je hele leven vet veel massages gehad. Nou, ten eerste nee. ik heb in mijn hele jeugd maar één keer een massage gehad. En dat was omdat ik groeipijn had in mijn knie. En die was zo intens. Ik werd er helemaal gek van. Dus dat is de enige keer dat ik gemasseerd werd. Maar voor mij hoeft het ook niet. En dat klinkt misschien ook heel gek voor een aantal van jullie in oren. Maar ik ben heel erg kietelig. Of, ja, hoe je dat zegt. Ik kan daar niet tegen. Het voelt voor mij niet ontspannen aan. Voor mij voelt het aan als kietelen. En ik weet nog wel dat ik ooit een keer wat had aan mijn schouder. En toen moest ik naar een fysiotherapeut. En toen deden ze ook van die massages. En ik lag echt gewoon te creperen op die tafel. Mijn handen, echt vuisten te maken van mijn handen. Omdat het voor mij kietelt het gewoon te veel. Ik kan er gewoon niet van genieten. Dus ik heb in mijn hele leven van mijn moeders maar één keer massage gehad. En een paar keer van een fysiotherapeut. Maar ja, dat moest ook wel. Want gelukkig kan ik nu gewoon mijn schouder normaal gebruiken. Maar nee, massages zijn niet mijn ding. Maar ja, dat is dus de benedenwoning geweest. Ik heb die slaapkamers er mooi uit weten te krijgen. En toen kwam ik dus op de eerste verdieping. En die had ook al zo'n bijzondere indeling. Want het waren allemaal, ja, we hadden dan badkamers. Ja, in een studentenwoning met zoveel kamers is het natuurlijk ook wel fijn om veel badkamers te hebben. Maar we hadden ook heel veel studentenkamers die ook allemaal lang en smal waren. Er was niet één kamer waarvan je meteen denkt, oh, dit wordt de hoofdslaapkamer. Hier gaan de ouders liggen. Toen heb ik besloten om één badkamer, of één kamer, ik weet niet eens meer of het een badkamer of een kamer was. Maar die heb ik soort van weggehaald. Ik heb een stuk daarbij, ja, de achterste kamer is de hoofdslaapkamer geworden. En daar zijn we dus nu mee bezig. Maar aan de voorkant heb ik het wat breder gemaakt. Zodat je echt een soort van, ja, zoals hier. Dat het wel gewoon wat breder is en wat meer eruit ziet als een hoofdslaapkamer. En een ander gedeelte is dus de privébadkamer voor de ouders. En aan de andere kant heb ik hier een stukje. Dit was volgens mij ook een badkamer. En dat heb ik ook bij de slaapkamer van de ouders getrokken. Want het is gewoon een walk-in closet. Ja, als je zo'n groot huis hebt met zoveel ruimte en zoveel kamers. Maar ook zo'n indeling waarvan je niet alles makkelijk bij elkaar kan betrekken. Ik vond dit best een leuk idee. En hoewel ze ook een kledingkast in de slaapkamer heeft staan hoor. Maar ik vond die walk-in closet gewoon met zo'n mooie spiegel erbij. Ja, dat helemaal top. Dus het geeft echt zo'n hele ruime sfeer. Ik moest ook echt opletten dat ik het niet te vol ging proppen. Want ik ben altijd van, ja, toch wel elk muurtje vullen. Overal iets neerzetten en dat moet je soms gewoon niet doen. Maar ik ben dan altijd bang dat het er te leeg uitziet. Maar toen ik bezig was met de screenshot en zo, toen vond ik wel echt dat het er heel mooi en tof uitzag. Nou, hier met de badkamer was ik een beetje aan het struggelen, want ik wist niet zo goed welke stijl ik wilde hebben. En toen ben ik maar voor heel strak en modern gegaan, want ik denk, ja, dit is toch wel hun mini spa, zeg maar. Ze hebben beneden dan al zo'n massagekamer. Maar ja, ik wilde hier en een douche in hebben. En dat hele grote luxe hoekbad. Dus echt zo'n luxe badkamer. Wat je zou verwachten in een 5-sterren hotel of zo, weet je wel. Dus deze is heel strak. En ik heb er is nog een tweede badkamer op deze verdieping. Want ik heb ook nog twee kamers ingericht voor kinderen. En die heb ik wat meer. Hoe noem je dat? Meer burgerlijke stijl gegeven, meer algemene stijl gegeven. Stijl die ook wat meer past bij de rest van het huis. En dan de badkamer op de eerste verdieping is voornamelijk met roze ingericht. En dan heb je op de tweede verdieping wat meer blauw erin toegevoegd. Want er komt ook een slaapkamer voor een kind op de begaande, of op deze eerste verdieping. Kijk, hier zijn we dus met die familiebadkamer bezig. Maar ja, die slaapkamer heb ik dus ingericht voor een meisje. En op de tweede verdieping heb ik het best wel stoer ingericht met blauw. Dus het kan zowel voor een jongen als een meisje zijn. Maar dan wilde ik boven het stel dat je een jongen neemt, dat die niet in een al te roze badkamer zijn ding moet doen. Hier was ik ook bezig met nieuwe dingetjes. Want ik vind bijvoorbeeld die spulletjes die we met de wasgoedaccessoires hebben gekregen. Al die kasten en zo. Die zijn zo top. Die kan je veel meer. Ja, ik vind badkamers de lastigste kamers om te maken. Omdat op een gegeven moment wordt het allemaal een beetje hetzelfde. Maar je wilt toch wel verschillende soorten badkamers maken. En ik vind het ook lastig dat ik niet alle tegels die in het spel zitten mooi vind. Of niet alle tegels mooi met elkaar vind passen. Maar ik ben. Die kasten die we dus hebben gekregen met wasgoedaccessoires. Geven gewoon wat nieuwe dingetjes aan je badkamers toe. Want het zijn echt van die typische kasten waar je eventueel handdoeken in kan bewaren. Of kleding in kan bewaren. Of lakens in kan bewaren. Dus die zijn echt perfect voor
om in badkamers te zetten en zo. Nou, dan zijn we hier alweer bezig met een slaapkamer voor een dochter. Ik wilde het niet te schattig maken. Ik wilde het ook niet te stoer maken. Dus ja, een stoer behang met grijs en dan die bollen erop. En hier en daar wat schattige elementen erin. En hier en daar wat stoere elementen erin. Maar het is best wel een smalle slaapkamer. Dus je kan er ook niet heel veel in kwijt. Want anders kunnen ze ook weer niet overal doorheen lopen. Maar dat is ook wel een keertje goed voor mij. Want ik ben altijd van het volproppen. En ik denk dat dit huis wel een hele goede was om dus mee te oefenen. Dus dat heeft Miss Divi goed gedaan. Nou, dan zijn we hier op de zolderverdieping. En die vond ik het lastigst. Niet qua wat ik ermee wilde doen, maar qua het dak. Ze heeft een heel bijzonder dak gemaakt die uit meerdere daken bestaat. Maar dat betekent dat als je in het midden van het huis bent, dat je de muren niet goed omhoog kan doen. Dat je niet alle muren kunt zien. Dus ik heb uiteindelijk maar besloten om niks in de gang te doen. En de badkamer hier veel simpeler te laten dan beneden. Je kan eventueel ook zeggen, nou, die tweede kamer, die tiende kamer, kan eventueel ook een logeerkamer zijn. Al staat er wel een gitaar in en zo. Dit is ook een van mijn favoriete kamers, want dit is het washok. Ik dacht, ja, ik ga niet nog een slaapkamer maken. Maar ik vond het wel leuk om hier lekker los te gaan. Ik heb ook gewoon een eettafel neergezet. En daar dingetjes neergezet alsof je daar je spullen hebt staan strijken en opvouwen en zo. En dat je dat nog in de kast moet leggen. Dus dat vond ik heel leuk om gewoon eens in die decoratie te gaan rondspeuren. Naar al die kasten en al zoals die scheidingswand ook met die kleding die er overheen hangt. Echt super tof. En toen vond ik dit shirt. En toen moest ik ook meteen naar die teamposter denken. Ik denk, hup, die stoppen we er ook bij. Nou, en als laatste, de laatste kamer in dit huis. Deze heb ik dus ingericht voor een tiener. En ik wilde de kinderkamers wel een wat meer andere stijl geven dan de rest van het huis. Al hebben ze wel, alle kamers hebben we zo, nou ja, zo goed als alle kamers. Want de badkamers natuurlijk niet. Maar alle andere kamers en de gang en zo, die hebben allemaal datzelfde nieuwe behang. Wat we ooit met die Caribbean update gekregen. Maar de meeste zijn dat roze-oranje zalmachtige kleur. Maar ja, hier heb ik voor de blauwe variant gekozen. En af en toe komen er ook varianten met bladeren erin voor. Maar ik vond het wel mooi om toch een bepaalde stijl in het huis te hebben. Maar toch ook dat die tienerkamer om juist te kiezen voor de blauwe wel een andere stijl meekrijgt. En toen zijn we begonnen aan de tuin. En bij de tuin was ik een beetje aan het nadenken wat ik ermee wilde. En toen bedacht ik me opeens, oh misschien, want ik wilde eigenlijk, ik wilde iets doen met die tuin, maar ik wilde geen zwembad plaatsen. Want dat vindt, ja, niet iedereen heeft een zwembad. En ik vond dit huis echt zo typisch Nederlands rijtjeshuis. Dus ik wilde dat wel een beetje in ere houden. En toen dacht ik, nou, schuurtje, hartstikke typisch Nederlands. Een vriend van mij die heeft een jacuzzi in de tuin met een soort van zeil eroverheen hangen. Dus toen moest ik denken aan deze overkapping van jungle-avonturen. En voor de rest nog de tuin een beetje aangekleed met wat plantjes. Ik heb de barbecue vervangen. En dat was hem dan. Dit is dus de vierde Flipped House. Als je ook mee wil doen, dan moet je dus kijken op het forum van Town of Plumbops. Ik zal de link in de beschrijving zetten. En de versie van Miss Divi staat dus online. Mijn versie ga ik nog online zetten. Maar dat ga ik in de komende tijd wel een keertje doen. Ik ben in ieder geval benieuwd wat jullie van de makeover vinden. Wat jullie van de hele stijl van het huis vinden. En ja, moedig me desnoods aan als je lid bent op het forum. Maar niet zin hebt om mee te doen met een wedstrijd. Het is al kort dag, want zondag is alweer de laatste dag dat je kunt inzenden. Maar je kan altijd reageren, hè? Want ik ga daar ook de foto's plaatsen. En dan kan je altijd zeggen wat je leuk vindt en niet leuk vindt. Maar bedankt voor het kijken in ieder geval naar deze video. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie een volgende keer. Doei!